Poeldijker Ben maakt meer dan 8000 duiken in de afgelopen 44 jaar. Hij is gespecialiseerd in het duiken naar wrakken en geeft ook duikles. Ook bij hem is de schok nog groot. Knalhard natuurlijk. Het is verschrikkelijk triest dat dit gebeurt. En het is ook redelijk uniek te noemen dat er twee mensen tegelijkertijd om het leven komen. En meestal praten we in Nederland over 5 tot 7 dodelijke slachtoffers per jaar met de duiksport. En daar kan iedereen er wel aardig mee leven. Er worden natuurlijk duizenden, er worden tienduizenden duiken gemaakt door iedereen in Nederland. Maar dit is natuurlijk bijzonder tragisch. Het wrak van de boot waar de twee omgekomen duikers naartoe doken ligt al sinds 2011 in het Grevelingenmeer. Het is een populaire bestemming voor veel sportduikers. Nou, het is een wrak wat speciaal afgezonken is, Le Serpent. Le Serpent. Dat is een Frans schip geweest, een kolenschip geweest. Die had kolen heeft vervoerd, die hebben ze opgekocht, speciaal voor de duiksport. 60 meter lang, 10 meter breed ongeveer. Er zitten wat ruimen in en die ruimen die hebben ze dermate toegankelijk gemaakt dat de duikers daar op een redelijk veilige manier doorheen kunnen. Het moet natuurlijk een beetje spannend zijn, maar het blijft natuurlijk een risico om ergens in te duiken. Toch is het schip tijdens het afzinken zo neergelegd dat het voor duikers van verschillende niveaus toegankelijk is. Voor een ervaren duiker is het geen moeilijk wrak, maar nog eens de omstandigheden kunnen we dusdanig uitpakken dat het wel moeilijk wordt. Er kan natuurlijk iets met mezelf gebeuren, er kan iets met je buddy gebeuren, dat hij onwel wordt. Je apparatuur, dat gebeurt niet vaak dat de apparatuur weigert, maar goed, dat zou kunnen, dat apparatuur weigert. Misschien heb je een fout gemaakt met het aansluiten van je spullen. Heel vaak is het toch een menselijke fout. Ik zoek de fouten, als er iets gebeurt, altijd eerst bij mezelf. Ben heeft tot slot nog één advies voor duikers. Maar blijf trainen en oefenen en ga niet achterover zitten en denken van, ik kan heel goed duiken. Je bent nooit uitgeleerd.